Universiteit van Nederland. Hallo luisteraar, welkom in het Quantum Universum. Kijk om je heen, je ziet het niet hè, maar je zit er middenin. Quantum, en dan vooral de quantumcomputer, heeft de potentie om je leven drastisch te gaan veranderen. Van welke medicijnen je neemt, tot hoe we onze gegevens beveiligen. Maar weet jij wat het is? Nee hè? Gelukkig zijn er twee dappere mensen die het aan je uit gaan leggen. Tenminste, dat gaan ze proberen. Sander en Adriaan, succes! Yes. Welkom bij aflevering 2 van de Quant... podcast. Quant... podcast, ja, ja toch? Het ziet er beter uit, visueel, dan dat het klinkt. Dat geef ik eerlijk toe. Het ziet er, visueel ziet er heel goed uit. En dat is best ironisch voor een podcast. Ja, anyway, vorige aflevering... die ik trouwens ook nu kan luisteren. Wij zijn tegelijkertijd nu hier en in aflevering 1. Ja. En in aflevering 3. Ook nog, trouwens. Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Als je dat alle drie tegelijk aanzet, dan heb je... teringherrie. Dus niet doen. Ja. Oh ja, nee, we waren op kantenpost kunnen maken. Best wel belangrijk, toch? Ja. Aad? Nee, absoluut. Wat ik de vorige keer ook al zei, maar nu toch nog even wil benadrukken, is dat Nederland een van de koplopers is op het gebied van kwantumtechnologie. Oh ja, dat is ook zo, ja. Ja, nee, en er wordt superveel geld in geïnvesteerd. Ook omdat we denken dat dit heel veel impact gaat hebben, maatschappelijk, op heel veel facetten van ons leven. Vorige aflevering waren we langs gegaan bij Carlo Beenakker en hij heeft ons van alles uitgelegd over de totstandkoming van de kwantumcomputer natuurlijk. En hij zei ook, daar hebben we het ook even over gehad, dat je dus misschien in de toekomst, dankzij de kwantumcomputer, op maat gemaakte medicijnen kan produceren die, die echt op je lichaam zijn afgestemd. Oh ja, dus het gaat niet om het formaat. Daar zijn we al best wel goed in. Wat dat betreft hebben we de kwantumcomputer niet nodig. Het is niet zo dat je nu, als jij nu een beeld krijgt voor gezegen, dat te groot is van een krat bier of zo. Nee. Het gaat er echt om dat het op maat is gemaakt, of zeg maar op jouw lichaam. En dat specifiek de hoeveelheid en de samenstelling die jij nodig hebt, dat zou je dus bijvoorbeeld kunnen berekenen met een quantumcomputer. Okay. En dat is natuurlijk heel interessant. Want ja, medicijnen bestaan uit moleculen. Oh ja, ja. En moleculen bestaan uit andere dingen. Uit atomen. En ja, atomen bestaan uit. Uit nog weer andere dingen. Oké, ik ga even in mijn eentje verder. Ja, dat is goed. Atomen bestaan uit protonen, neutronen en elektronen. En die elektronen ken ik van de neutronenbom. Exact. En die elektronen, die zitten in een baan om dat atoom heen. Maar als die van baan wisselen, dan komt er dus een energiepakketje vrij. Of wordt er een energiepakketje opgenomen. En dat noem je dus een kwantum. En daarom is de kwantumcomputer heel goed in de rekening. Oh, ik breng er even in. Hallo. Je bent er weer. Hi Aletta. Jij bent onze hulplijn, onze gids in de wereld van het kwantum. Ja. Luistert even mee of wat wij zeggen allemaal een beetje hout snijdt. En het stuurt ons ook aan. Hè? Als het misgaat, dat is belangrijk, hè? De kwantumgids. Even de testvraag die we iedere aflevering doen. Hoe vind je het tot nu toe gaan? Ja, je ging een beetje te snel, maar verder sprongen gemaakt in ieder geval. Ja, zeker. Elke aflevering iets beter. Maar laten we het wat compacter houden. Ja. De drie dingen in deze aflevering die belangrijk zijn. Ja. De eerste is die naam, quantum. Ja. Een quantum betekent eigenlijk de kleinste, niet opsplitsbare hoeveelheid van iets in de natuur. Zoals bijvoorbeeld energie. Okay. Het tweede is dat inderdaad moleculen... die bestaan uit kleinere deeltjes, zoals wat jij al zei. Dus elektronen, protonen, neutronen. Mm-hmm. En die werken allemaal op die hele kleine schaal, op de schaal van de kwantummechanica. Ja. En het derde is dat de quantumcomputer, wat we de vorige keer al zeiden, heel goed is in berekeningen doen die te maken hebben met kwantummechanica. Oké. Maar heel even om met het eerste te beginnen. Zo'n kwantum, daar ging je heel snel doorheen. Ik begrijp nog steeds niet helemaal wat het nou precies is. Zal ik er anders even een explainertje in fietsen voor jou? Ja, heel graag. Oké, we gaan het even hebben over atomen. Zoals je vroeger misschien wel op school hebt geleerd, en misschien ook wel weer bent vergeten, bestaan atomen uit een kern van samengepakte protonen en neutronen. En vliegen daaromheen allemaal elektronen. Die elektronen vliegen in specifieke banen om die kern heen. Die banen liggen vast. Elektronen kunnen wel van baan wisselen, maar ze kunnen niet ineens op een baan tussen de bestaande banen belanden. Een beetje zoals bij auto's op een snelweg. Ze kunnen van baan wisselen, maar nooit ertussenin. Want dan rijd je op de middenstreep. En dat werkt zo. Als een elektron energie uitzendt, springt het naar een baan dichter op de kern. Dit is een specifieke hoeveelheid energie. Ofwel een energiepakketje. En als het elektron een energiepakketje absorbeert, dan springt het naar een baan verder van de kern.
Een elektron kan dus niet de helft van die energie in een pakketje absorberen en naar een tussenbaan springen. En zo'n klein energiepakketje, dat noemen we een kwantum. Het is Latijn voor hoeveelheid. Een kwantum is een niet opsplitsbare hoeveelheid. Het is de kleinste mogelijke maat in de natuur. Oké, dus dat is een kwantum. Maar wat heeft al die lichtbanen, die lichtpakketjes en weet ik wat allemaal, wat heeft dat dan met een kwantumcomputer te maken? Nou, als je de wereld bekijkt op dat niveau, op die manier, dus dat het inderdaad niet opsplitsbaar is. Door de hele kleine schaal. Ja, precies. En als je kijkt wat er allemaal gebeurt op die schaal, ja, al die formules en al die theorieën, dat noemen we de kwantummechanica. En wat er gebeurt in een kwantumcomputer behoort daar ook toe. Alleen het is niet zo direct gelinkt, maar en je moet ook niet vergeten dat een kwantumcomputer, dat klinkt ook gewoon ontzettend cool. Maar dat is ook belangrijk. Ja, weet je, dat moet je niet vergeten. Maar het gaat er dus om wat er allemaal op die schaal gebeurt. Dat noem je op de kwantumschaal. Ja. Ik denk echt dat het tijd wordt dat jullie er gewoon eentje in het echt gaan zien. Zo'n kwantumcomputer. Ja, fantastisch. Nou, dan stuur ik jullie naar mijn collega Servaas Kokkelmans aan de Universiteit van Eindhoven. Hij is daar professor in quantum gases en quantum technology. Ja. En hij heeft er eentje voor jullie die hij jullie kan laten zien. Nou, wat ontzettend leuk. Servaas, ja. Here we come. Oké, Aad. Ja. Volgens mij is het heel simpel. Nou? Dit is een benzineauto. Ja. Daar moet je dus geen diesel in gooien. En daarom moet je in een normale computer ook geen kwantumberekening in gooien. Nee, maar je moet hier geen diesel in gooien, omdat diesel minder goed ontbrandt. En dan loopt de motor voor geen meter. Ja. En ik wil dus weten hoe dat exact zit met een kwantumcomputer en een normale computer. Okay. Dat gaan we aan Servaas vragen. Goed idee, Aad en Sander. Maar dan wil ik even nog één ding uitleggen. Namelijk het verschil tussen een klassieke computer en een kwantumcomputer. Kijk, een klassieke computer werkt op een processor. En die bestaat uit transistors. En daar loopt wel of geen stroom doorheen. Dat correspondeert met een 0 of een 1 in computertaal, wat we een bit noemen. Heb je 2 bits, kun je 4 mogelijkheden opslaan aan informatie. 00, 01, 10 en 11. Heb je 3 bits, dan heb je 8 mogelijkheden, enzovoort. Maar de computer kan wel maar 1 van deze mogelijkheden aannemen en uitlezen. En dan gaan we door naar de volgende berekening. En we weten dat een qubit tegelijkertijd 1 en 0 kan zijn. Een kwantumcomputer kan dus al deze combinaties gelijktijdig aannemen. 00, 01, 10, 11, allemaal tegelijkertijd. Wat dus betekent dat je 1 rekenstak nodig hebt voor alle mogelijkheden. Waar de klassieke computer alle mogelijkheden moet afgaan. En dat verschil merk je al snel. In theorie doet een kwantumcomputer met 20 qubits in 1 seconde, waar een normale computer 12 dagen voor nodig heeft. Zo kom je al heel snel tot heel veel berekeningen. Hey, hoi Jaren. Hallo. Hoe gaat het? Ah, Servaas. Ja, goed. Aletta heeft ons pad gestuurd naar jou. Waar zijn wij? Ja, we zijn hier in Eindhoven op de campus van de Technische Universiteit. En dit is ons gebouw Qubit. Kom maar verder. Oké, Servaas. We komen net een lift uit. We zijn 4 meter gezakt. Waarom is dat? In zo'n kelder ben je veel minder gevoelig voor omgevingsfactoren. Ja, je bent stabieler qua temperatuur en qua luchtvochtigheid. Ja. Dus ja, heel veel van dat soort high-tech labs, die zitten inderdaad wel op de begane grond of in de kelder. Oké, Servaas, hier staan we dus. Dit is een kwantumcomputer. Dit is onze kwantumcomputer. Ik zie een kist van, 3, 4 bij 2. Ik zie van alles, draadjes. Ik zie blauw licht. Ik zie hier een soort van centrifuge. Hoe werkt dit? Wat is het? Ja. Nou, onze kwantumcomputer die werkt met atomen. We hebben een atomaire kwantumcomputer. Ja. En om dat hart van die kwantumcomputer op te bouwen, hè, een aantal atomen op een rij, zullen we eerst het materiaal moeten gaan bewerken. En dat gebeurt hier, en wat jij zegt, hè, wat die centrifuge is. Het is eigenlijk geen centrifuge, maar een oven. Ja. Dus gek genoeg, we moeten het materiaal eerst opwarmen tot ongeveer 500 graden. En dan krijg je dan, en we werken met het materiaal strontium. En dat wordt dan dat wordt een soort gas. En dat gas dat kunnen we vervolgens gaan afremmen en koelen met behulp van lasers. En dat gaat door een soort spoel heen. Als ik zie hier een soort koperen cirkel. Is het dan al 1 atoom? Eigenlijk komt hier een bundel van atomen doorheen. Ah, okay. Je ziet daar ook een buisje. Ja. En dat die spoel, dat heet een Zeeman-slower. En Zeeman was een Nederlandse natuurkundige. En in eer van Zeeman is het apparaat ook zo genoemd. Okay. Dit zorgt ervoor dat er magneetvelden zijn en samen in combinatie met het licht kun je die atomen, die bundel, heel erg afremmen. En dan degene die zijn afgeremd, die worden dan in dit middenstuk, die worden eigenlijk gedeflecteerd, weer door een ander laserbundel. Ja.
En die gaan dan door dit buisje heen. En dan uiteindelijk komen ze dan hier terecht in die glascel. En je ziet daar heel mooi blauw licht in het midden oplichten. Nou, dat zijn eigenlijk de atomen die je kunt zien. Ja, ik die zie inderdaad een soort van witte kist, zeg maar, met een cirkel erin. Daar zie je blauw licht. En dan zie ik middenin zie ik een soort van bolletje zweven. Ja, precies. En dat zijn echt, dus ik zie daar letterlijk een groepje atomen. Ja, daar zie je letterlijk een groepje atomen. Ja. En dan worden ze ook meteen afgekoeld tot temperaturen van microkelvins. He, dus een microkelvin, een miljoenste graad boven het absolute nul. Dat is ijs en ijskoud. Dit is de koudste plek van Eindhoven. Ja. Sorry Aad, Sander en Servaas, ik breek nog even in. Een van de verschillen tussen een quantumcomputer en een normale computer is hoe ze zijn gebouwd. In de computer die wij gewend zijn, komt de rekenkracht van de processor die keurig op een vaste plek zit in bijvoorbeeld je laptop of je telefoon. Bij een quantumcomputer is dat niet het geval. Bij een quantumcomputer worden atomen of lichtbundels op een specifieke manier in stelling gebracht, zodat ze zich gaan gedragen als een processor. En daardoor ontstaan er de eerder genoemde qubits. Je moet die atomen dus manipuleren om berekeningen voor je te maken. Ja, dus die atomen, op het moment dat we ze daar hebben gevangen, dan gaan we ander licht gebruiken. En dat licht dat komt dan via die microscoopobjectieven die je boven en onder die glascellen kunt zien. Daarin gaat dus een optische pincettenpatroon doorheen, zo noemen we dat. Optical tweezers in het Engels. En daarmee, met zo'n pincet, kun je dus een atoom gewoon vastgrijpen en op een plek zetten. Dus eigenlijk gooien we die hoeveelheid van atomen die we dan nog hebben, dat zijn nog miljoenen atomen, gooien we de meeste van weg door een aantal eruit te pakken. En die zetten we heel mooi op een rij. En we zetten ze dus op een afstand van 5 micrometer van elkaar. Ja. En dan kunnen wij, als het ware, die atomen aan- en uitzetten. Ja. En net zoals bij een computer die met bits werkt, nullen en enen, hebben wij ook een 0 en 1. Alleen bij een quantumcomputer heb je die 0 en 1, heb je vast wel eerder een keer gehoord, die kun je 0 en 1, die heb je tegelijk. En dat gebeurt dus eigenlijk door de quantumfysica die zo'n atoom ook beschrijft. Dus je zet het eigenlijk dusdanig neer dat je het op een gegeven moment zelf kan manipuleren tot een computer die berekeningen. Precies, en dat manipuleren, daarvoor heb je dus heel veel nodig wat hier omheen staat. Wordt uiteindelijk aangestuurd weer door gewoon elektronica, door andere computers. En er zit ergens een gebruiker bovenin, die wil niet al die details weten. Maar dat moet automatisch allemaal zodanig gaan tot die berekeningen uiteindelijk op die atomen. Ja. Het is een beetje zoals dat als ik gewoon met mijn telefoon bezig ben en ik werk in de cloud, dan staat er misschien ook iets ergens in een datacenter van alles te doen. Maar dat merk ik niks van. Zo gaat het dan misschien straks ook een beetje met een quantumcomputer zijn. Die staat ergens en normale computers of whatever, afstand, sturen die eigenlijk aan. Precies. Maar stel je voor, je doet een berekening, er komt iets uit. En je doet een nieuwe berekening, dan komt er dus weer een nieuwe lading atomen, die worden weer opnieuw in een nieuwe soort configuratie gezet. Je maakt dus eigenlijk steeds een nieuwe quantumcomputer. Ja, we kunnen de atomen recyclen. Ja. Heel duurzaam. Ja, maar het kan ook zijn dat je ze af en toe wel eens kwijtraakt. Maar dat is geen probleem, dan zien we dat. Ja. En dan halen we gewoon een nieuw atoom uit het reservoir en zetten we weer erbij. Hoe lang duurt dat, zo'n berekening? Ja, nou kijk, de frequentie waarop dit draait, moet je ook denken aan microseconden. Ja. Dat is in principe zou je een miljoen quantum gate operaties kunnen doen in een seconde. En dat doet een normale computer over sommige van die problemen dus gewoon jaren of omdat het anders schaalt. Ja, het schaalt precies, dus exponentieel. En daardoor heb je heel veel meer resources nodig en kost het ook veel meer tijd. En wat is dan nou echt een quantum probleem, zeg maar, waar zo'n quantum computer heel goed in is? Dus wat heb ik hier eigenlijk aan? Nou, er zijn best wel problemen die we nu net niet aanken. Er wordt wel vaker genoemd dat je medicijnen medicijnenontwikkeling, daarvoor heb je ook chemische reacties voor nodig. En zeker als je medicijnen wil aanpassen aan persoonlijke behoeftes. Jij ziet iets anders in elkaar dan ik. Dus het kan zijn dat een medicijn bij jou beter aanslaat dan bij mij. Mm-hmm. Maar misschien als je wat informatie hebt over jou om dat medicijn wat kunnen aan te passen, dan heb je personalized medicine. En dat zijn problemen die op dit moment eigenlijk heel moeilijk zijn om daar berekeningen over te doen. Zou een quantumcomputer in de toekomst kunnen doen. Een ander probleem, wat heel erg interessant is, bijvoorbeeld CO2, wat natuurlijk een probleem is. En we willen natuurlijk heel graag dat beperken. Maar je zou kunnen zeggen, als je de CO2 weer uit de lucht kunt halen, dan kun je natuurlijk ook het broeikaseffect weer tegengaan. En er zijn chemische reacties voorgesteld waarin je CO2 echt uit de lucht kunt halen.
Alleen we weten niet hoe die processen lopen, omdat we ze niet kunnen uitrekenen. Ah, oké, en dat kun je dan wel doen. En met een quantumcomputer zit je denk ik net aan dat gebied waar je dat soort problemen kunt gaan uitrekenen en daardoor op kunt gaan kijken, dan kun je dat op een grotere schaal CO2 uit de lucht gaan halen en kan het efficiënter en kan het goedkoper. Dus die potentie is enorm. Dus voor medicijnen, voor CO2 eventueel uit de lucht halen. En dat is omdat al dat soort dingen zijn allemaal kwantumprocessen, kwantumchemische processen. En die computer, die begrijpt dat gewoon heel goed. Precies. Hey. Zo. Hallo, hallo. Ja, daar zijn we. En jij? Wat heb jij gedaan? Ja, ik weet het eigenlijk niet meer. Aflevering 1 geluisterd. Ik blij dat je er nog bent eigenlijk. Hebben jullie nog iets geleerd over de kwantum? Jawel, jawel. Ja. Nou, wat ik wel heel interessant vond, een hele leuk besef, is dat als je kijkt naar een klassieke computer, daar zitten alle bestanddelen gewoon eigenlijk vast en dat werkt gewoon. Ja. Maar bij een kwantumcomputer worden er atomen, in dit geval dus waar wij waren in Eindhoven, eigenlijk gevangen met bepaalde constructies die dan op hun plek moeten blijven. En die atomen aan zich gedragen zich dan als een computer. En die kun je dus berekeningen laten doen als je die gewoon goed afstelt en daar de goede informatie op afstuurt. En dat is wel echt fascinerend. Je kunt ook een atoom kwijtraken. Dan moet je opnieuw beginnen. Poep, weg. Ja, heerlijk. Ja, dat is een hele andere manier van naar computers kijken. Ja, ja. Cool. Ja, dat is wel heel cool. Want dat is wel echt anders dan een normale computer. Want die berekeningen die gaan gewoon één voor één. Dus als je een probleem hebt met waar je meerdere dingen voor moet uitzoeken, doet de computer dat, de normale computer achter elkaar. Maar die kwantumcomputer, die kan het allemaal tegelijkertijd. Ja, en dat komt dus omdat die atomen in die computer, die kunnen tegelijkertijd, heel bizar, verschillende standen hebben. Dus en als je dat dan dus vertaalt naar een computer, wat wij kennen is dat een bit 1 of 0 is. Een kwantumcomputer, daar kan het dus dat er iets 1 en tegelijkertijd 0 is. En dat is natuurlijk heel bizar. En daardoor dan heb je in een mum van tijd alles wat je wilde berekenen, heb je gewoon. En dat is wel echt mind-blowing natuurlijk. Ja, en dat is het verschil tussen een normale bit, die 1 of 0 kan zijn, of een qubit dus. Ja, exact. Ja. En wat ook mooi is dus, een hele mooie bijkomstigheid denk ik dan, is dat je dus ook je computer heel makkelijk kan schalen. Want dat zei Safaz ook, als je 1 atoompje erbij hangt, dan is je computer gelijk 2 keer zo snel. En dat is natuurlijk bij een klassieke computer niet denkbaar. Dus je kunt ook heel snel heel veel stappen maken qua rekenkracht in de toekomst. Dus dat is wel spannend. Ja, en dat gaat gewoon allemaal bizarre voordelen opleveren. Zoals dus persoonlijke medicatie die afgestemd is op je lichaam. Ja. Dit klinkt allemaal supergoed. Jullie weten ook dat die kwantumcomputer is heel goed in die parallele berekeningen uitvoeren. Hoe werkt dat? Oké. Ja, daar was jij daar zijn jij we nog niet geweest. Jij ging ons helpen, toch? Wacht even. Dat weet ik even niet. Boeit dat überhaupt? Ja, zeker. Bijvoorbeeld voor cryptografie. En ik denk dat dit een heel mooi bruggetje is voor de volgende aflevering. Kijk. Die gaan we uitzoeken dus in aflevering 3. Ja. Aflevering 3. Die kun je ook nu al luisteren. Nu online. Is al online, ja. Dat is echt parallel aan deze. Ja, dat is en de eerste. Heel leuk. Okay. Leuke aflevering. Echt aanraden. Als je deze aflevering leuk vond, dan moet je eigenlijk al de volgende aflevering luisteren. Als je deze aflevering super ruk vond, zou ik gewoon überhaupt stoppen. Dat zou ik ook doen. Maar liever zo eerlijk zijn we ook. Ja. En dat vind ik, waardeer ik zo. Ja. Maar liever zien we jullie in aflevering 3. Zie je daar. Hoi. Tot dan.